Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is het maandag. Ik ben klaargemaakt om naar de gym te gaan. Ik ga beginnen met een lijstje afwerken van dingen die ik moet doen en een nieuw lijstje schrijven. Ik vind het altijd wel belangrijk om te doen. En ik heb uit de koelkast een stukje papaya gehaald die ik weer gesneden heb. Het is nu 12 uur, ik ga snel naar de gym, ik ga sporten. Oké, allemaal, ik ben gedoucht en klaargemaakt. Ik heb een uurtje gesport, daarna ben ik teruggekomen en ben ik gaan douchen. Ik ben nu bezig met wat schoolwerk. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, daar op de computer. Ik heb intussen ook alles opgeruimd en gedweild, want hoe dan ook, er komt heel veel stof de kamer binnen door de... ja, gleufjes die er zijn. En toch wordt het dan wat stoffig en ik heb veel haar. Er zijn altijd wel wat haartjes hier en daar. Dus ik heb vanochtend dus ook meteen gedweild, opgeruimd. Alles is weer clean. Ik ben aan het registreren voor wat vakken. Dus dat is waar ik me nu mee bezig hou. Maar ik ga eten, want ik viel bijna flauw tijdens het sporten. In de ochtend had ik al fruit gegeten. Alleen... ik denk dat ik vier uur later pas ging sporten, drie uur later pas ging sporten. En ik het heel heet had, heel warm, dat ik daardoor gewoon een beetje licht in mijn hoofd werd. Maar goed, na alles schoonmaken en zo voelde ik me weer een beetje duizelig. Dus heb ik snel een crackertje gegeten. Maar nu is het eigenlijk al lunchtijd geweest, het is 2 uur. Dus ga ik deze noedels eten. En het is een spicy noedels volgens mij. Het heet Hot Chicken Flavor Cup Ramen. Stir fried noodles. Dus deze. En ik vraag me af of dit die, weet toch, die noodles is van die spicy challenge. Dus daar ben ik wel benieuwd voor. Ik ga het even openmaken. Op gang hebben wij een hot water dispenser. Dat is gewoon een grote waterkoker. Ik neem jullie wel even mee. Ik weet niet of ik met jullie echt door de gangen gelopen heb. Er zijn allemaal verschillende dormrooms. Dus ik ga even snel deze vullen. Kijk eens. Doe ik uit dit apparaat. Hier is koud water en heet water. Oké, ik heb zojuist het water afgegoten. En ik heb het 4 minuten laten intrekken. En nu ga ik de saus erbij doen. Hier af dan. Oh my god. Ik heb chopsticks. Deze had ik van een Chinese markt gekocht. Nee, dit is echt voor de kake. Even zeewier. Hele kleine stukjes. Oeps. Sesamzaadjes. Dat zijn ook mee in de tafel. Zo ziet het er dan uit. Het ziet er wel goed uit, maar ik hoop dat het niet te spijtig is. In Japan zou ik zeggen, itadakimasu. Mag ik even makkelijk. Oh my god. Dat is heel spicy. Oh my god. Al bij de eerste bijt was ik er. Oh my god. Maar het is wel lekker qua smaak. Ik begrijp wel waarom mensen hiervan de spicy challenge doen, want hij is echt heel spicy. Maar goed, ik ga opeten tot zover ik kan. En dan spreek ik jullie later. Hallo allemaal, ik ga nu naar Boonday Station. We hebben gisteren daar de metro gepakt om naar Marina Bay Sands.
best that you could befall. Won't walk away, won't rise up. They say love is fine, no doubt in my chest tonight. We hebben net even buiten gelopen en geluisterd naar een mooi gezang. En nu gaan we weer met de metro terug. Dus we zijn hier in de shoppingmall van Marina Bay. En we gaan het weg proberen terug te vinden. Maar ik ga gewoon naar de shoppingmall in Boende. Dus daarvoor moet ik de bus nemen die hier bij mij beneden gaat. En dan gewoon een paar stops richting de mall. Dus ja, ik ga er vandaag alleen op uit. Ik ga mijn spulletjes inpakken en dan ga ik richting de bushalte. Oké, ik heb net de bus genomen en ik zit bovenaan. Je hebt echt een amazing view. Kijk eens, ik ben aangekomen trouwens. En ze hebben hier machines met allemaal verschillende drankjes. Maar sommige machines hebben ook hete drankjes. Deze is toevallig alleen koud. Maar ik ga dus doorlopen naar het winkelcentrum en dan wat eten. Kijk, en dit is dan een mall gedeelte. Heel groot ook. En echt heel verschillende verdiepingen. Ik wil heel graag naar Etude House gaan. Want dat is natuurlijk een make-up winkel van Japan, als ik het goed heb. Maar dat wil ik echt heel graag zien. Handcrempjes. Super cute. Gisteren waren we hier. Hele schattige broodjes. Kijk eens. Echt heel cute. En je hebt ze dan ook in het groot. Met Oreo, aardbeien. Oh, die ziet er echt heel lekker uit. Kijk ook nog meer. Oh my god. Goodness gracious. Ik wou hier echt terugkomen met mijn camera, omdat ik het gewoon aan jullie wil wijzen. Oké, ik heb zojuist deze gehaald. Hij ziet er niet heel appetizing uit misschien. Maar hij stond op display om te proeven en hij is echt super lekker. Oeh, en ik zie hier een skincare winkel. Echt, skincare is hier echt een ding. Ik had heel erg trek in sushi, nu ga ik het straks eten, want het ziet er wel echt heel lekker uit. Misschien kom ik hier met een paar vrienden een andere keertje terug. Maar in ieder geval, dat is wel echt lekker. Ik heb wel trek in sushi, alleen dat is de lopende band. Dus ik ga even kijken wat ik verder nog meer kan eten en meenemen. Oh mijn god, kijk even naar het dessert die Starbucks hier heeft. Die zien er echt amazing uit. Mag Nederland echt wel wat van leren. Oh mijn god, dit is de eerste keer dat ik dus voorgemaakt eten zie. Het ziet er echt amazing uit. En dit is het Hongkong gedeelte. Het is gewoon in de mall. Maar je hebt hier allemaal winkeltjes. En het is ook zo gemaakt dat het echt lijkt op een markt. Dus dat is echt heel leuk eraan. Oh mijn god, kijk hoe cute! Oh mijn god, deze winkel is zo groot. Hij doet me echt denken aan de Auchan. De Auchan van Frankrijk. Echt voor alles en nog wat heb ik hier. Oh mijn god, die zijn hier veel goedkoper. Even kijken welke ik had genomen vorige keer.
ik heb ook nog speciaal voor jullie te wijzen. Eindelijk Thijs. Zo. Ik wil jullie even snel wijzen wat ik allemaal gekocht heb. Een paar kleine dingetjes hier en daar. Maar zoals jullie zagen in het begin... ik lijk een beetje van panda. Sorry, ik kom door mijn mascara. In het begin toen ik in de mall was, ben ik bij de Etude House. Geweest. En daar ging ik kijken naar make-up. En het is een Koreaans merk, als ik het goed heb. Zoals jullie weten, of niet weten, Koreaanse beauty... skincare. Gezichtszorging is echt heel belangrijk. Zo gaaf mogelijke huid. En dat is echt het doel van Koreaans make-up. Nou, ik zag ook foundations. Maar ze hadden ze ook nog in mijn kleur. Ik had niet verwacht ook mijn eigen kleur ertussen te vinden. Maar goed, ik had het gewoon geprobeerd. Twee kleuren heb ik geprobeerd op mijn gezicht. Maar ik kom wat dichterbij. Oké. Even naar deze wang kijken. Ik heb hierop dus de foundation aangebracht. En in het echt ziet het er heel natuurlijk uit. Je ziet de foundation niet. Je ziet natuurlijk ook hier nog mijn roodheden erdoorheen. Alleen ik heb hier niet echt een hele dikke laag aangebracht. Alleen een heel klein beetje. En in het echt ziet het er heel gaaf uit. En het heeft ook nog een beetje een shiny finish. Dus ja, ik wil best wel een keertje terug gaan daar om een foundation te halen. Maar goed, verder. Ben ik naar een supermarktje geweest waar ik allemaal kleine dingetjes verkopen. En ik had een paar dingen nog niet. En dat is een mat. Dit is de mat. En die wil ik graag voor mijn deur zetten. Omdat er zoveel stof binnenkomt dat ik gewoon best wel vaak moet gaan dweilen. En dat is ook niet heel fijn. En om het tegen te houden wil ik graag een matje neerzetten. Dan een schaar. Hij was maar 1,90. Komt altijd van pas. En dan deze, dat is wel wat duurder. Het is een laundry bag. Ja, is gewoon een zak om je kleren in te doen als je die gaat wassen. Nou, kijk. Dat is dus het moment waar je echt een schaar nodig hebt. En die heb ik nu. En dan hebben we deze open. Zo, ik heb even mijn haar losgemaakt. Ik heb hem opengeklipt. En ik ben benieuwd hoe groot die eigenlijk is. Oh, zo, dat is echt heel ruim. Oh, ik had veel kleiner kunnen kopen, joh. Oké, nou, dit was 4,90. Maar goed, hier kunnen dus al je kleren in. En dan doe je dit in de wasmachine. De wasmachines hier zijn ook wat groter. En je moet altijd rekening houden met de wasmachine. Bijvoorbeeld je onderbroeken of je BH's of vrouwzijnde kunnen dus vast gaan zitten. Of kunnen heel beschadigd raken. En het is gewoon handig om dat dan in zo'n washer zak te doen. En gewoon in de wasmachine stoppen. En dan heb ik zakjes gehaald. Ik weet niet of wat er zijn. Gewoon zakjes die ik wil gebruiken als vuilniszak. Ja, en het cakeje wat ik jullie heb gewezen. Nou, ik had zo'n honger toen ik in de mall was. Het was eigenlijk mijn etenstijd. Maar ik heb toen niet warm gegeten. Dus heb ik maar gesnackt hierop. Ik wou jullie nog wel wijzen wat het precies is. Het is dus een broodje. En ik zou deze eigenlijk eerst eens laten niet kopen. Alleen, ze hadden dit op display gezet om te proeven. Of als proef, proefmonstertjes. Ja, in ieder geval, je kon ze proeven. En ik vond hem echt heel lekker. En kijk, dus dat is zo, is het gevuld van binnen. Als een zoet broodje. Met letterlijk een zoete aardbei cream cheese vulling. Heel lekker. Oké. Nou, daarna ben ik naar de supermarkt geweest. Ketchup, melk. Sunmelon, gewoon meloen. Yes, oh mijn god, het is nog heel... Dit is zo leuk. Oh my god. Ik heb dit voor degene die ASMR dus kennen. Er zijn mensen op YouTube die gaan dus hele zachte geluiden maken. Zo. Dat soort geluiden maken. Klinkt misschien heel raar als je er nog nooit over gehoord hebt. Maar goed, het is een hele community. Er zijn miljoenen video's. Maar je hebt ook nog mukbang. En mukbang is dus waar mensen gaan eten. Ik denk haast wel dat jullie in heel veel Nederlandse vloggers, zien mukbangen als het ware. Dan gaan ze gewoon eten halen en eten voor de camera en gezellig praten. En dat noem je dan een mukbang. Maar ik zag dus bij een Amerikaanse mukbanger die dus oorspronkelijk van Thailand komt. Dit. En je zal je afvragen, wat is dat? Het ziet er best wel raar uit. Nou, het is een snowball coconut. Ik heb het persoonlijk ook nog nooit gezien. En in ieder geval, mijn ouders komen uit Suriname. En in Suriname of India heb ik het ook nog nooit gezien. De snowball coconut. En wat is dit? Dit is dus letterlijk een gepelde kokosnoot. En
Dit wat jullie hier zien, dat witte, dat is het vruchtvlees. En van binnen is er nog gewoon kokosnetsap. Ik krijg er een rietje bij en een vorkje. Ik ga dit waarschijnlijk morgen voor jullie filmen en dan zie je dat heel snel op mijn kanaal verschijnen. En ja, dat was het wel. Oh ja, ik heb ook nog sushi gehaald, omdat ik heel erg trek had in sushi. Maar ik ben wel benieuwd, eerlijk gezegd, of de sushi van deze supermarkt lekker is. Ik heb geen kleine bakjes. Dat is maar lekker dicht. Dus ik ga maar mijn sojasaus erin doen. En guys, laat me ook zeker weten wat jullie van mijn video's van hier vinden. En ja, ik vind het gewoon heel leuk om op te nemen. We wonen in Singapore. Het was echt een droom. En ik ben heel blij dat ik dit zo op deze manier kan opnemen. Maar goed, laten we aan de slag gaan met de sushi. En wat ik net zag is dat mijn panda oogjes niet minder worden. Ik ben ook een beetje moe. Plus, alles een beetje uitgelekt. Dus ja, don't mind that. Deze even openmaken. Oké, wie weet wat dit is. Ik betwijfel of dat geen ander vlees is. In de sojasaus. Ik wil er nog eentje proberen op camera en dan ga ik zelf verder eten. Dat is deze. Dit is vis, als ik het goed heb. Eel, denk ik. Ik ga deze niet in één keer opeten. Ook wel lekker. Voor een supermarkt sushi. Maar goed, waar ben ik? Singapore. Of course, is het echt heel lekker. Ik ga mijn eten opeten en dan spreek ik jullie straks. Oké, ik heb gegeten. Ik ben gedoucht. En ik ga nu lekker slapen. Maar goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een thumbs up. Subscribe als je dat niet hebt gedaan. En ik zie je in de volgende Singapore vlog. Als je goed grijpt, ga ik ook.